Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Carrera Motor. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 52 in het jaar 2024. De beste wensen allemaal. Hopelijk dat we dit jaar nog meer gaan knallen met F1 23 en dat we wat stijgen in de abonnees. We zijn afgelopen jaar wel flink gegroeid. Daar ben ik jullie dankbaar voor. Dus mocht jij niks meer missen in 2024 van mijn YouTube kanaal, druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook het belletje aan, zodat je geen enkele reden van mij mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Goed, nieuw jaar betekent dus weer verder waar we gebleven waren. We zijn dus aanbeland in Emilia-Romagna, ronde nummer 4 van het kampioenschap. Vorige race won Verstappen in China, wat betekent dat Max weer een voorsprong meeneemt van 8 punten. Moeten dit weekend proberen de leiding over te nemen of in ieder geval gelijk te maken. Want als we dat niet kunnen, dan ben ik bang dat Max verder uitloopt op ons. McLaren is wel ingelopen op ons, dat zie ik bij de Research and Development lijn. Werden dus de vorige race tweede. Max was gewoon vele malen sneller. Wij moesten hem dus helaas laten gaan. Betekent dus 2 podiumplekken uit... 2 tweede plaatsen uit 3 races. En Max heeft dus 2 overwinningen uit 3 races. Goed, spoelen de tijd mooi even door. En kijken wat er dus op ons te wachten staat. In ieder geval even een pauze. En dan zie je daar dus weer dat we de kalender wat kunnen opvullen. En dat hebben we dus ook gedaan. Spoelen de tijd weer even mooi door. Pirelli Hot Lap slaan wij zoals gewoonlijk over. En is daar het raceweekend in Italië. Kijken of we nog wat kunnen doen aan de updates. Zoals deze. Jazeker, die koop ik er even allemaal bij. Worden pas in Canada geleverd. En voor de rest kan ik niks meer updaten. Even kijken wat we nog kunnen doen aan het, misschien de faciliteiten. Of we daar genoeg geld voor hebben. Maar ik ben er bang voor. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dan is het op naar de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. En kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Bewolking is wel op het circuit gegaan. Hopelijk dat dat wel weg kan gaan trekken. En goed, dan zijn we aanbeland bij onze eerste ronde. Kijken of we het ook bij 1 ronde kunnen gaan houden in dit eerste kwalificatiedeel. De eerste, tweede en derde bocht worden heel goed genomen met paars in sector 2. Dat is goed om te zien. Charles Leclerc voorlopig naar de snelste tijd. En kijken wat wij dus zometeen kunnen gaan doen. Daar een beetje te wijd. En Grindbak was daar helaas voor ons een enige nadeel. Komen we bij start-finish en dan laten wij de tweede tijd noteren. 2/10 langzamer dan Verstappen. Alsnog zijn wij door dan naar het tweede kwalificatiedeel. Dat is goed om te zien. We hebben het maar bij 1 run kunnen gaan houden. Daar wel licht de muur getikt. Geen schade gelukkig gereden aan de voorvleugel. Dus we kunnen mooi door met deze ronde. Jazeker, weer een hele goede eerste, tweede en derde bocht. Bewolking neemt toe in Italië. Wij laten volgens mij paars in sector 2 noteren. En dan komen we aan bij start-finish. En met de DRS. En dat is de 5e tijd. P5 op dit moment. Betekent dat we een ronde extra moeten gaan doen om onszelf te verbeteren. Hebben nou volgens mij Felipe Drugovic achter ons. Die wil ons inhalen, alleen dat laten wij niet toe. Wij zijn zelf ook bezig met een snelle run, dus baanpositie is hier nogal belangrijk. Kijken wat deze ronde ons gaat opleveren. Wel, met paars in sector 2, rood in sector 1, zijn wel 1/4 sneller gegaan. En komen bij start-finish, de vlag hangt over 10 seconden uit. Russell naar de snelste tijd in Q2. En wij komen tot de snelste tijd, pakken hem af van George Russell. Goed gedaan. Prima ronde van ons. Dan hebben we daar nog volgens mij Felipe Drugovic.
En die gaan wij even blokkeren. Waarom? Ik vond het niet echt fijn dat hij ons wou inhalen. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel met nog 9 minuten op de klok. We gaan proberen om de pole position te veroveren, maar ik ben bang voor Verstappen. Dat die gewoon vele malen sneller is gegaan. Of gaat. Je weet het maar nooit. Gasly voorlopig naar pole. In zijn Alpine doet hij goed. Leclerc komt er niet aan. P2 voor hem. Perez komt er ook niet aan. P3 voor hem. Dat is zelfs een P8 geworden. Gasly voor altijd nog op pole position. En wij hebben daar geen bak. En dat betekent dat deze ronde niet goed is. Deze ronde kan in het putje worden gegooid. Want wij komen helaas op P10 aan. Dat betekent dat wij een extra bandenset moeten gaan gebruiken. Om nog iets te kunnen doen in deze kwalificatie. Met nog ongeveer 50 seconden op de klok. Prima, eerste, tweede en derde bocht zijn gewoon 2/10 sneller gegaan dan onze eigen tijd. Jazeker, met groene sector 1 zijn 2/10 wel boven de tijd van Gasly. Met groene sector 1 en 2, persoonlijke verbetering. Ik hoop dat we nog ergens kunnen gaan staan als wij 2,5 seconden onder onze eigen tijd zijn gedoken. En dat betekent dat wij op een tweede tijd staan. Uitstekende laatste run. Goed gedaan. Max pakt pole. Wij komen uiteindelijk 77.000ste van een seconde tekort voor pole position. Leclerc 3 op een 10e. Sainz ook op een 10e. En Tsunoda P5. Maar voor ons een prima ronde. Op naar de wedstrijd en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome once again to the Autodromo Internationale Enzo and Dino Ferrari. The clue is in the name. This is very much Ferrari home turf and the locals will be out in force today to support their team in what we hope will be a magnificent spectacle of motorsport. On then to the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula 1 tracks as it's driven anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit, and it's only DRS zone. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and the professor completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Tsunoda, Oscar Piastri, Perez, Russell, Gasly, Hauger, Drugovich, Richard Vachon, Albon, Bottas, Norris, Liam Lawson, De Vries, Sargeant, Magnussen, Joe, Teo Pourchaire. Lance Stroll brings the grid to a close. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. We welcome once again to the commentary box Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, we moeten dus vooral een top 10 finish zien te behalen in deze race. Starten dus vanaf een tweede positie achter Max Verstappen op die mediumband. Ben ook benieuwd waar Max op start. Geen regen voorspeld, dat is goed om te zien. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Max dus op pole, wij op P2, Leclerc 3, Sainz 4 en Tsunoda P5. Ik denk dat heel de startgrid op de mediumband start. Nou, het gebruikelijke van de engineer wat we allang weten. Dat is gewoon goed om te zien. Rijden daar per ongeluk het gras in. Het kan zijn dat mijn controller niet goed werkt. Ik heb daar nogal last van tijdens het gamen. Maar dat soort stukjes, dat knip ik er gewoon uit in de video. We komen dus aan bij onze gridpositie.
alles even goed opwarmen voor de start van deze race die cruciaal misschien kan zijn. Kunnen wij Verstappen verslaan tijdens de start? Dat is de vraag. Komen we wel goed in onze gridslot, 0,3 meter ervan af. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste video in het jaar 2024. De grote prijs van Emilia-Romagna gaat dus beginnen met Max op pole position. Wij op P2. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Italië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Jazeker, Max al gelijk beschalkt. En wij rijden aan de leiding. Heel goed gedaan. Tsunoda pakt ook een plekje. Max zakt terug tot P3. Perez 4. Leclerc P5. Maak daar maar van. Perez 3. Verstappen 4. Maar hij pakt hem weer terug. Een kleine battle tussen de Mexicaan en de Nederlander. De oud-teamgenoten knokken met elkaar voor P3. Wij dus aan de leiding na een uitstekende start. Moet een Tsunoda wel even achter ons zien te houden. Kijkt er aan de buitenkant, maar kan er niet voorbij. Uitstekende start die we moeten hebben en zet de paars in sector 1 neer. Gele vlag. In ronde nummer 2. Daar gaat iemand uitvallen. Dat is volgens mij Yuki Tsunoda. Want Max rijdt weer achter ons. Tsunoda uitgevallen in de wedstrijd. En dat is heel pijnlijk voor de Japanner. Max mag van geluk spreken dat hij weer op P2 is gegaan. Jazeker, daar dus de bevestiging. Tsunoda uitgevallen in de race. Eerste uitvaller van de dag. En nu zit het pas in ronde nummer 2. Nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. We gaan daar een beetje wijd. Gele vlag hier mag niet worden ingehaald. Hier gaan we helaas weer te wijd. En wat doet Max hier? Die haalt ons in onder geel. Wij willen die positie terugpakken en dan krijgen wij een illegal overtake. Snap ik helemaal niks van. Dan doen we dit gewoon uit frustratie. Pakken hem gewoon weer terug. Beetje raar wat het spel doet. Maar goed, wij rijden weer aan de leiding, dus eigenlijk is er niet zoveel gebeurd. Max nog steeds op P2 met als snelste raceronde trouwens. Gat is ongeveer 1/15. En heeft Charles Leclerc achter zich. Gat is nu een seconde geworden. 1,0. Jazeker. 1,0. En dan gaan we zo meteen ronde nummer 4 alweer in de wedstrijd. Ligt die muur geraakt. Goed, geen schade gereden met paars in sector 3. En Oscar Piastri noteert de snelste race ronde. Gat naar Max is weer gekrompen tot 14e, jazeker. Max zit er weer dicht op. Bij ons. Wat kan hij hier doen? Hebben maar weinig RS over. En Max zit hier aan de binnenkant. Proberen hem af te knijpen. Lukt helemaal niet. En Verstappen pakt de leiding weer terug van ons, jazeker. Wij moeten dus nu in de achtervolging. En hebben hier de overtakeknop en de slipstream, jazeker. Wat kunnen wij hier doen? Niet zoveel. In diezelfde ronde zit hier aan de binnenkant bij Verstappen. Jazeker, komen van ver en laten hem een beetje uitrollen. Betekent Max wijd geduwd. Dat gat is inmiddels weer een seconde. En heeft Charles Leclerc direct achter zich. Monegas kan ook zometeen aanvallen voor P2. En dan gaan we ronde nummer 6 alweer in. Nog 8 rondes te gaan in de race. En Piastri weer met de snelste raceronde. Doet hij goed. Leclerc pakt P2 af voor Verstappen. Max terugwezen tot P3. Perez en Sainz knokken samen om P4, zie ik. Jammer van die bocht. We prutsen daar onze exit mee. Gat naar Leclerc is inmiddels gekrompen tot 2/10 en hier maken we een klein foutje. Wat kan Charles Leclerc hier doen op de exit? Aan de buitenkant. Gaat helaas niet en dat is een touché. Hadden daar ook wel wat ruimte kunnen overlaten aan Leclerc, maar had ik op dat moment niet aan gedacht. Max zit hier wat te kijken aan de buitenkant. Moeten het rustig aan doen. Wordt daar helemaal buiten de baan geduwd door ons. En kan er niet langs. Leclerc met die beschadigde voorvleugel en wij kijken hier aan de binnenkant. Jazeker, en duwen een beetje wijd. Net als wat we bij Verstappen deden. En Leclerc mist downforce. Dan zitten we in ronde nummer 9 van de race.
Leclerc naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. Max weer pal achter ons. Gat is nu 2/10 en kan zo meteen aanvallen met de DRS. We hebben wel een perfecte exit bij die dubbele chicane. Max rijdt er helaas wel naartoe. Dat is minder. De topsnelheid van onze auto is gewoon goed. En met die DRS kan onze auto dodelijk zijn. En dat weet Verstappen. Die kan hier gaan aanvallen voor P1. Met 3 keer rood in sector 1 helaas. Wat kan Verstappen hier doen? Aan de buitenkant. En we zijn gezien. Kunnen we wel terug aanvallen. Had ik zelf niet verwacht. Kunnen terug aanvallen bij Verstappen. Proberen laat te remmen en het is blijkbaar gelukt. Goed gedaan met nog 12 rondes te racen. Gat naar Verstappen is weer 4/10 geworden. Gaan in besparingsstand. En dan is Verstappen ons toch gepasseerd. Rijden op P2. En ik duik naar binnen. Ga voor de undercut. En kijken of wij sneller zijn met onze harde banden. Perez en Sainz en Piastri. Allemaal naar binnen gedoken. Ook voor de harde band volgens mij. Dennis Hauger rijdt door. Nee, die duikt naar binnen. Excuses. De Porsche rijdt door. Waar komen we weer terecht? Ik denk op P8 volgens mij. En Felipe Drugovic en Richard Verschoor noteren de snelste raceronde. En dat is P9. Achter Valtteri Bottas. We moeten daar niet al te lang achter blijven zitten. Anders verliezen wij kostbare tijd. Sergio Perez is trouwens ook naar binnen gedoken en heeft die harde band al gelijk op temperatuur gebracht. Voelen de druk van de Mexicaan. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz. Die rijdt ook pal achter ons. Moeten Valtteri Bottas en Alexander Albon zo snel mogelijk zien te passeren. Want Max rijdt helemaal vooraan. 28,5 seconden is het gat naar Verstappen. Dat betekent dat Max, terwijl we een track-limits-waarschuwing krijgen, dat Verstappen een vrije baan heeft. Jazeker, en Max is ons gepasseerd. De overcut heeft gewerkt, maar hij zit klem achter diezelfde Albon die wij proberen te passeren, maar het is mislukt. Max en mijzelf knokken hier voor P6. En jazeker, pakken hem daar terug. Goed gedaan. Nu moeten wij Albon zo snel mogelijk voorbij. Anders ben ik bang dat Verstappen zometeen met die DRS ons weer passeert. En nog maar weinig RS proberen we het hier aan de binnenkant. Jazeker, met paars in sector 2 en duwen Albon daar weer wijd. Net als wat we bij de rest van de concurrenten doen. En dat betekent een vijfde positie. Max naar P6 en daar hebben wij Richard Verschoor voor P4. Het is een beetje close tussen ons tweeën. Maar pakken hem hier wel, jazeker. De vraag is, hebben wij DRS? Dat is de vraag. Jazeker, we hebben DRS. Mooi. Kunnen we nu hopelijk wegrijden van onze landgenoot. Lichtjes die muur getikt. Maar Verschoor kan bijblijven. Jazeker, en probeert ons weer terug aan te vallen. Voor P4, maar kan er niet langs. Gat naar Drugovic is 2,8 seconden. We gaan daar een beetje wijd. En Verschoor pakt ons gewoon weer terug. Helaas een P5 voorlopig op dit moment. Ik wou eigenlijk zeggen een P5e positie. Max naar P6. Gat nog steeds 1,7. Geen idee of Verschoor al naar binnen is gedoken. Rijdt op die mediumband. En daar pakken we hem aan, jazeker. We pakken Verschoor weer terug. Die banden zijn al oud. 6 ronden oude mediums. Dus hij is al naar binnen gedoken. Ronde nummer 19. Als we daar Felipe Drugovic en Charles Leclerc hebben voor P3 en P2 in de race. Wat kunnen wij hier doen? Op de exit. Duwen de Braziliaan lichtjes vooruit. Hier aan de binnenkant dan proberen. Dat lukt. En pakken gelijk Charles Leclerc mee. Jazeker. Leclerc schrikt van onze beweging en wij pakken 2 rijders in 1 bocht. Op naar Lando Norris met nog 2 rondes te gaan in de race. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Gat is 2,6. Kunnen wij dat gat dichtrijden? Dat is de vraag. Drugovic naar P3 pakt Charles Leclerc.
Max zit klem achter die twee. Trouwens, Verstappen pakt gelijk Leclerc. P4 voor hem. Kunnen wij nog iets? Daar zien wij Lando Norris rijden. Op die mediumband met groen in sector 1, jazeker. Dubbel rood, sector 1 en 2. Maar daar hebben we wel Lando Norris. Jazeker, Gat is nu 16e. Hebben zo meteen DRS. Verstappen is die beide rijders gepasseerd. Leclerc teruggezakt, verschoren naar P5. Max op P3 en wij hebben hier DRS in de laatste ronde van de race. Wat kan Lando Norris hier nog doen? Kan hij zijn P1 verdedigen? Gaat hij hier de allereerste non-schravenrijder worden die hier een race wint? Of kunnen wij nog iets doen in deze laatste ronde van de race? Kom aan bij de laatste sector. Hebben hier een goede exit met de overtake. Zitten dicht achter Lando Norris. Nog 2 bochten te gaan in de race. En we proberen het van ver. Jazeker, Norris is gepasseerd. Uitstekende inhaalactie. En pakken op het allerlaatste moment de overwinning af van Norris. Max naar P3. Weer een dubbele podium. Helaas niet de volledige score. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de volgende wedstrijd. Plain sailing today, but a very important win nonetheless. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Emilia Romagna Imola dus. Norris naar P2 met een snelste racerondepunt. Max naar P3. En wij krijgen driver of the day. Jazeker, goed gedaan. Drukovic op P4. We scoren P5, Perez 6, Leclerc 7, Sainz 8, Gasly 9 en Alexander Albon op P10. Ik wou bijna zeggen Lewis Hamilton, maar goed, die rijdt hier niet meer in mee. Dat betekent dat wij de leiding overnemen van Verstappen. Het verschil is 2 punten. Dus het blijft nog close. En Norris stijgt naar P7. En voor de rest, ja, dominant aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Dus dat is heel goed om te zien. Norris komt dus 15e tekort. Rivaal breekt daar met mezelf en Perez. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Checo. 21 tegenover 9. Dus dit hebben we eigenlijk al wel in de tas. Perez kan het denk ik niet meer goed maken. Het team McLean is ook gewoon uitstekend. Dan ben ik benieuwd of wij zo meteen level 26 zijn met het team. Nee, helaas net niet. Door naar het sponsorgeld van allen sponsorende doelen behaald. $3.19 miljoen erbij. Hebben ook geen schade gereden. $125.000 daarvan weer erbij. In totaal $25.25 miljoen. Pakken gewoon ruim $4 miljoen aan prijzengeld. Eigenlijk sponsorgeld. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Career Mode. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gooi dan met meer Formule 1 content.